Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Van het oosten uit trekt wat bewolking over ons land. Dat is voornamelijk sluierbewolking, maar er zijn ook wel wat stapelwolken. In het zuiden van het land hebben we vanochtend de meeste zon. In het noorden valt eerst misschien nog een enkele bui. Verder is het een tijdje lang droog. 20 graden hebben we al snel op de thermometers en de wind is zuidelijk en zwak. Vanmiddag ontstaan er wat meer stapelwolken. Lokaal kan ook nog een regen- of onweersbui vallen. 25 tot 28 graden. Met op de stranden mogelijk een windje van zee en dan verkoeling en misschien zelfs ook wat mistflarden. Vanavond hebben we dan weer overwegend droog weer. Opklaringen, en de temperatuur blijft op de meeste plaatsen lang ruim boven de 20 graden. Wind is noordoost geworden. En ook morgen hebben we een matige noordoostenwind. In het binnenland is de wind zwak. Stapelwolken zijn groter. Er ontstaan ook weer meer regen en onweersbuien. En het is warmer, 25 tot plaatselijk 30 graden. Die temperatuur gaat de dagen daarna langzaam wel iets omlaag. Vrijdag hebben we nog een onweersbui met gemiddeld 25 graden. Zaterdag halen we die 25 graden waarschijnlijk niet. Zondag is die weer terug, en dat is een meest droge dag met zonnige perioden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.